De verandering van klantgedrag is van alle tijden. Van gisteren, van vandaag en van morgen. En daarmee is het per definitie, in mijn beleving, een kans. Je kunt je er tegen verzetten en je kunt het omarmen. Omarmen is het enige juiste alternatief. Dat maakt dat je langjarig bestaansrecht hebt. Ik denk dat de meeste snelheid gerealiseerd kan worden op twee elementen. Natuurlijk in het digitaal ontsluiten van brondata. Dat bespaart een heleboel rompslomp voor klant, voor adviseur en voor aanbieder. Daarnaast kan er ook snelheid gemaakt worden in het acceptatieproces. Daar zijn echt nog grote slagen te maken. De media heeft denk ik terecht veel aandacht gegeven aan het feit dat 50-plussers onvoldoende nadenken over een hypotheek, nu, maar ook in de toekomst. Ik weet niet zeker of er automatisch sprake is van een probleem. Sterker nog, in veel gevallen niet. Maar het is altijd verstandig om tijdig in gesprek te gaan, ook als je denkt dat je met overwaarde wel goed zit. Mensen maken zich vaak onvoldoende druk over de huidige situatie, omdat ze leven in het nu. En dat is heel begrijpelijk. Het leven speelt zich ook af vandaag. Maar er is ook een toekomst. Dus mijn oproep is om problemen te voorkomen, tijdig in gesprek met een professioneel adviseur. Ik vind een dag als vandaag heel belangrijk. Om met elkaar te zijn, met alle betrokken partijen uit de hele keten, na te denken over innovatie, na te denken over wat echt waarde heeft voor klanten, dat kun je niet voldoende doen.